van de Superbikes wordt gelukkig gereden op een droge baan. We geven het woord weer aan onze commentator. Nelson Rolfes is er klaar voor. We kijken in de ogen van Randy Gevers. Koen Zeelen heeft er zin in. En hier de winnaar van race nummer 1, Allard Kerkhoven. Sebastian Legrel is er weer bij. En aan het staart van het veld, Robert van der Meij. We zagen al even Nigel van Raven op pole positie. We gaan weg over een wedstrijd van 14 ronden en zijn hier aan boord bij Danny de Boer. Hij ziet daar dat de Amici Hugei Suzuki Boys voor hem de haarbocht induiken met aankop Nigel Walraven en een goed gestarte Peter Schalken vanaf de vierde plaats. Een wat uitgedund startveld bij de Superbikes door de crashes in race 1. Dat was een zeer natte wedstrijd. Nu dus gelukkig droog zoals gezegd. En hier gaan ze richting de strubben voor de eerste keer. Met gelijk al een kleine voorsprong voor Walraven. Dan is het Schalken, maar Rolfes komt naar voren. En die komt ook voorbij Danny de Boer. Toucheert daar bijna Peter Schalken, die wieliend de strubben uitkomt. En Danny de Boer profiteert. Hij komt dus naar P2. Vol het gas erop. En hier zijn we aan boord bij Rolfes. Die filmt daar Peter Schalken, die een plaagstootje uitdeelt. Maar Rolfes gooit de deur weer dicht met een BMW. En pakt dus nu de derde plaats achter Danny de Boer. Maar ook Danny de Boer moet eraan geloven. Want hij komt er alweer langs. In Stekkerwal. Een sterk punt van Nelson Rolfes. En Danny de Boer dus nu naar de derde plaats. Alles in de openingsfase. Banden nog koud. Maar gelukkig goede omstandigheden. Een mooie wedstrijd zou zich gaan ontspinnen. Bij het Open Belgisch en Nederlandse kampioenschap. Daar Bertus Volkertsma nog even. En ook André Niemansverdriet zien we. Aan de start van het veld Robert van der Meij. En hier met nummer 139 Chris de Ruiter. Hij is de eerste man in het gesloten Belgische kampioenschap. Nigel Walraven door de Geert Timmer, Nelson Rolfes, Danny de Boer, Peter Schalken, Kerkhoven. En daar ook nog bij natuurlijk Jan Mertens, die naar een keurige vijfde plaats trainde. Daar Jarko Grotenhuis, Niemandsverdriet. We zagen nog even Frank Bakker erbij, van de HMOV natuurlijk. En hier weer bij de kop, Nigel Walraven, die zo graag die wedstrijd zou willen winnen, crashte in de haarbocht meteen na de start in race nummer 1. Maar hij staat er nu goed voor. En Danny de Boer ook, die is hier op jacht weer naar Nelson Rolfes en een crash van Niels Fijn. En dat is de tweede keer, want hij crashte ook al bij race 1 op een nat asfalt. Maar het lukte hem hier ook in de haarbocht op een droge baan. Assistentie daar. Rider oké, maar een heel desastreus weekeinde dus voor Niels Fijn. Dan een schitterende strijd om de vierde plaats hoor. Met Lennart van Houwelingen, met Allard Kerkhoven en Sebastian Legrel. Jazeker, ook op een droge asfalt doet hij goed mee. Dan is het Peter Schalken die dus wat teruggevallen is na een uitstekende start. Maar hier de tempo goed kan volgen en zich bemoeit met die strijd om de vierde plaats. Vele wisselingen zouden volgen met Kerkhoven dus en Legrel dicht op elkaar. Ietsje los nu Lennart van Houwelingen die een goede wedstrijd rijdt met een BMW. Daar zien we hem. Deed het natuurlijk ook al goed in België, maar daar had hij pech. En hier zijn we weer bij Nelson Rolfes en ziet daar Danny de Boer voorbij schieten. Maar houdt het gas erop. Rolfes houdt het gas erop. Danny de Boer is er voorbij, dan komen we weer in Stekkerwal. En ja, daar is hij weer hoor. Het is wederom het ijzersterke rijden van Nelson Rolfes. In Stekkerwal met name. En dan is Legrel naar de vierde plaats gekomen. Heeft Lennart van Houwelingen teruggewezen en ook Allard Kerkhoven verliest een plaatsje. Zagen we nog even Willem Kerkvliet. En de laatste ronde gaat dan in met een zinderende strijd. Niet alleen hier om de vierde plaats. Met de Belg aan de kop van dat groepje. Maar ook om de tweede plaats in de wedstrijd. Want Nigel Walraven die gaat het deze keer afmaken. Is los, maar hier zijn we weer bij de felle strijd tussen de titelkandidaten Danny de Boer en Nelson Rolfes. Danny de Boer komt er weer langs. In de Ruskenhoek. Achterblijvers in het vizier. Walraven is weg. En wederom gaat daar Nelson Rolfes op precies dezelfde wijze voorbij aan Danny de Boer in Stekkerwal. De achterblijvers hier. Zagen we nog even kort Nigel Walraven voorop. En dan moeten ze toch even van de lijn af. En met name Danny de Boer klaagde over de narrow escape bij het inhalen van de achterblijvers. Daar gaat Nelson Rolfes richting ram zoeken. Dan gaat het snoeihard. En ook Danny de Boer net erlangs. Maar dan is er weinig tijd meer. Dan is er weinig ruimte meer. Dan is dat de laatste keer GT.
En hier, voor zijn verjaardag, een allereerste overwinning voor Nigel Walraven. Dan Nelson Rolvers. Komt goed door de GT. De drive is er voor Danny de Boer, maar die wint net niet die tweede plek. Hij wordt 3, Rolvers 2 en een klinkende overwinning voor Nigel Walraven. Nigel, dubbel gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En je hebt een hele goede race gereden. Ook wel een beetje verdiend dat je nu eindelijk wint, of niet? Ja, voor mijn gevoel al. Voor mijn gevoel had ik de eerste in Spa eigenlijk al gewonnen. En dat nu lukt, dat is wel lekker even, ja. Hoe zie je de volgende races tegemoet? Ja, ik hoop hetzelfde. Ik bedoel, we hebben de afstelling ontzettend goed voor elkaar nu. En ik hoop gewoon dat we gewoon weer 3 keer, 4 keer is volgens mij nog voor de overwinning kunnen vechten. Dat zou mooi zijn. En ga je vanavond alvast een feestje vieren? Ik denk het wel. Uitgebreidere verslagen van het Open Nederlands Kampioenschap zijn op woensdagavond te zien in het programma Wheels from the Lowlands op Motors TV.